In het kader van het formuleren en uitvoeren van het Nationaal Maritiem Beleid ondergaat Suriname de IMO-audit. Deze audit is nodig om na te gaan hoe effectief Suriname de geratificeerde verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie, IMO, heeft geïmplementeerd in haar nationale wetgeving. Tijdens deze audit, die de volgende week plaatsvindt, wordt Suriname beoordeeld op de vlaggen-, haven- en kuststaatverplichtingen. De MAS heeft alle relevante actoren en stakeholders breedvoerig geïnformeerd over de audit. De belanghebbenden die nauw betrokken zullen zijn bij deze audit zijn onder andere de Kustwacht Suriname, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname, NIMOS, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Justitie en Politie, de NV Havenbeheer, de Nationale Assemblée en de scheepvaartagenten en port operators. Dit meldt het Ministerie van Justitie en Politie via het Nationaal Informatie Instituut, NII.